Oh jongens, ik heb weer een hele vette video voor jullie, want het is gebeurd. De Roadtrip skin is geleakt en in deze video ga ik aan jullie laten zien. Je hebt hem al een soort van in de thumbnail kunnen zien, maar ik ga hem met jullie nog met wat meerdere foto's laten zien. Het is een super vette skin. Naar mijn mening, maar voordat we gaan beginnen wil ik het eerst hebben over deze caps. Deze caps kan je kopen op thefilfa.nl/winkel. Ga ze sowieso even checken. Maar we gaan dus nu eens eventjes kijken naar de Roadtrip skin, want hij is geleakt. Ik wil deze video ook niet te lang maken, want er zijn nog heel veel video's die vandaag online moeten komen. Over bijvoorbeeld de andere leaks, want er zijn nog super veel andere leaks bijgekomen. Over map changes, eventueel nog een theorieën video. Op dit moment dat ik het opneem is zelfs Matthijs live. Dus dit is echt insane. Er gebeuren zoveel dingen opeens. We gaan gewoon bij het begin beginnen, bij de Roadtrip skin. Ik heb voor jullie een aantal plaatjes over de Roadtrip skin, hoe die eruit gaat zien. En het is 99,9% kans dat dit daadwerkelijk de Roadtrip skin is. En ik ga jullie uitleggen waarop. Laten we beginnen met het begin. Ik zal nu een plaatje in beeld doen van de loading screen van week 7. Daar zie je op het motelbord zie je de Roadtrip skin zitten. Dit was de eerste hint die we ongeveer een soort van kregen van dit zal dit hem zijn. Ik denk het niet, ik denk het wel. En uiteindelijk werd het geconfirmed. Het is hem wel met het volgende plaatje. Ik zal nu een ingezoomd plaatje doen. Hier zie je heel duidelijk dat dit de contour heeft. Het is een beetje de vorm van dus de Roadtrip skin. Ik zal nu het plaatje van de Roadtrip skin zelf, de silhouet van de Roadtrip skin erin doen. En daar zie je heel duidelijk dat het er heel erg op lijkt. Maar het is natuurlijk niet het enige wat ik voor jullie heb. Ik heb hier nog een plaatje. En in dit plaatje zie je de Roadtrip skin in 3D. Hier zijn de kleuren niet meer helemaal perfect. Dus ja, de kleuren kloppen misschien niet helemaal, maar het ziet er wel heel goed uit. Ik kijk trouwens naar links, omdat ik het niet heb staan. Ik zal hem even hier neerzetten. Dus ja, vet plaatje. En zo gaat hij er dus uitzien in 3D. Maar ik heb nog één plaatje. Dit is by far het vetste plaatje. En dat is dit plaatje. Zo ziet de Roadtrip skin met goede kleuren eruit in HD kwaliteit. Hij ziet er heel erg vet uit als je het aan mij vraagt. Ik ga sowieso keihard grinden om deze te halen morgen. Want morgen, zodra je de laatste week hebt voltooid, kan je deze skin dus unlocken. Dan heb je 7 weken in totaal unlocked. Ik ben bijna klaar. Want hij is ook bijna klaar. We gaan natuurlijk grinden. Morgen zijn we natuurlijk waarschijnlijk ook live morgenochtend. Want er zal er waarschijnlijk een live event zijn van de Tomato Town. Want daar gaat wat gebeuren. We hebben daar ook leaks over, maar er komt dus vandaag nog een video over die dingen. Ik probeer alle video's een beetje zo goed mogelijk op te delen, zodat het duidelijke video's zijn. Vandaar dat dit een aparte video is. Dan krijg je straks een video over de skins en straks nog eentje waarschijnlijk over de map changes en map leaks. Want daar is zoveel waar we over kunnen praten. Er is echt insane veel. Ik heb trouwens geen gameplay voor jullie, dus de video gaat hier dan ook eindigen. Ik hoop dat jullie begrepen voor deze video. Als jullie deze video nou heel erg tof vonden, drop dan sowieso even een like. Abonneer sowieso op de Vulvraag met het belletje aan. Klik op de video's hieronder. Check onze merchandise. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out.